Wij staan in Terneuzen, waar men bezig is met de bouw van een nieuwe tunnel voor het wegverkeer onder het kanaal van Gent naar Terneuzen. En zojuist is achter mij een trein met tunnelelementen aangekomen uit Duitsland die nodig zijn voor de bouw van deze tunnel. Tunnelsegmenten en een totale trein bestaat uit 17 wagons en op iedere wagon liggen 8 tunnelsegmenten. Die 8 tunnelsegmenten bij elkaar wegen 75 ton. Dus op het moment dat we dat bijvoorbeeld met een vrachtwagen zouden moeten vervoeren, waar gemiddeld tussen de 20 en 25 ton per vrachtwagen kan, dan hebben we dus 3 vrachtwagens per wagon nodig. Dus u kunt je voorstellen op het moment dat je dan 17 wagons hebt, maal 3, hoeveel vrachtwagens je nodig hebt om één trein aan te kunnen voeren in de nacht. Naast het logistieke probleem is het natuurlijk ook een stuk beter voor het milieu om één trein hier naartoe te brengen. We lossen deze trein 4 keer in de week met eventueel een overloop op de zaterdag op het moment als er problemen zijn. En dit traject dat loopt ongeveer vanaf december vorig jaar tot eind van dit jaar lopen door. Het is onze taak als ProRail om te zorgen voor een veilig en betrouwbaar spoornet in Nederland, waar ook de goederenvervoerders gebruik van kunnen maken. En in dit geval hebben we heel erg gezocht naar ruimte in de dienstregeling om deze ritten ook mogelijk te maken met deze treinen. En dat hebben we gedaan zodat deze tunnelelementen niet over de weg hoeven worden vervoerd, maar per trein hier naar Terneuzen kunnen komen.